Ja, achter ons ziet u een bedrijf Drecht Coatings. En die, daar is een zeer grote brand op dit moment aan de hand. We kunnen als brandweer niet meer het pand in, omdat het gevaarlijk is voor onze mensen. Dus we zijn vanaf buitenaf het vuur aan het blussen. Volgens mijn informatie is het een schip met diesel. Maar los van de stof die erin zit, is niet bij het incident betrokken. En die wordt op dit moment weggehaald. Het is zelfs al een grip 2, omdat de rookkolom richting Moerdijk, Trecht en Zevenbergen is opgezeild naar grip 2. Waardoor het regionaal operationeel team zich bezig gaat houden met het achterwindsgebied waar de rook naartoe gaat.